Talent en Opleiding brengt mensen in beweging midden in hun eigen wijk. Wij maken mensen en kinderen, jongeren enthousiast voor sport en bewegen. En zorgen voor actieve, gezonde en veilige wijken. De straat vormt eigenlijk voor bijna al onze activiteiten het decor. Zoals de openbare sport- en speellocatie in de buurt. Nou, hier achter ons zien we ook een playground. Maar wij staan ook op hele kleinschalige sport- en speelpleintjes. Zoals bijvoorbeeld de schoolpleintjes. De activiteiten die wij aanbieden zijn bijvoorbeeld frisbee, basketbal, hockey. Voor de kleinere kinderen tikspelletjes of trefbal. Voetbal is natuurlijk een heel groot sport bij ons. Buitenspelen is lang niet meer zo vanzelfsprekend als dat vroeger was. Door de afleiding van tv, mobiele telefoons, internet. En wij denken door die kinderen het enthousiast te krijgen voor buitenspelen, wij een hele grote stap kunnen zetten in een gezonde leefstijl. Sport is op de eerste plaats gewoon leuk. Maar daarnaast is sport veel meer dan dat. Sport helpt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk maar eens aan obesitas of aan vandalisme. Het is echt aangetoond dat door de aanwezigheid en de begeleiding op de playgrounds de vandalisme is afgenomen. Het werk van de buurtsportcoaches is heel belangrijk. Naast dat ze inderdaad natuurlijk ook gewoon aanwijzingen geven op het gebied van sport, hebben ze een hele belangrijke rol in het gedrag. Kinderen die hier komen spelen, die komen af en toe in conflict situaties, ze worden gecorrigeerd. Ze leren samenspelen met anderen. De buurtsportcoach gaat af en toe ook gewoon een gesprekje met ze aan en vraagt van, goh, joh, hoe is het met je? Je moet de playground zien in het werk wat de buurtsportcoach doet, echt als een soort maatschappelijke leerplek. Talent in Opleiding draagt bij aan Growing Green Cities Almere, omdat we werken aan actieve, veilige en gezonde wijken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk wat we hier achter ons zien, vrolijke, actieve en blije kinderen.